Het kort geding van de actievoerders versus de staat Suriname is vandaag niet doorgegaan. De groepen die protesteren tegen het huidig regeerbeleid wilden vandaag een kort geding aanhangig maken omdat ze vinden dat ze beknot worden in het voeren van acties. Op de zesde actiedag mocht de groep protesterenden niet lopen van het Kerkplein naar het Onafhankelijkheidsplein. Robbie Berenstein, een van de leiders, zegt dat het kort geding alsnog ingediend zal worden. Hun juristen zijn bezig om alles in kaart te brengen. Berenstein zegt dat het verstandig is om goed onderbouwd naar het proces te gaan. Hij kon nog niet zeggen wanneer de zaak wordt ingediend. Hij verzekert wel dat het kort geding tegen de staat Suriname doorgaat. Berenstein zegt verder dat de actieleiding zich nu ook concentreert op een protestactie in het district Nikeri. Er zal de volgende week in het reisdistrict een protestmars gehouden worden.